Je luistert naar corona en de impact op ondernemers. Het dagelijkse interview van Financial Focus, waarin ondernemers vertellen over de impact van de corona-epidemie op hun business. Vandaag spreken we met Hans Osnabrugge, founder van Talk360. Hans, Talk360 is een bel-app waarmee goedkoop naar het buitenland gebeld kan worden. Ik wil straks van je weten hoe hard jouw servers roken de laatste weken. Eerst, wat is het verhaal achter Talk360? Hoe is het ontstaan? Ja, Talk360 is ontstaan vanuit de gedachte dat het eigenlijk heel makkelijk zou moeten zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd of je techniek wel of niet goed snapt, om een vast nummer of een mobiel nummer wat niet online is te kunnen bellen. En dan natuurlijk met name gaat het om internationaal bellen. Lokaal bellen is overal in de wereld goedkoop en makkelijk te doen. Maar internationaal bellen is nog steeds duur. Iedereen kent natuurlijk de bekende services zoals Skype en WhatsApp. Ik ben online, jij bent online, dus we kunnen gratis bellen. Gebruiken wij zelf ook heel vaak, is echt fantastisch. Alleen er zijn ook heel veel use cases waarbij je toch een vast of mobiel nummer moet bellen wat niet online is. En daar heb je dan een gemakkelijke oplossing voor nodig. En dat hebben wij geprobeerd op te lossen met Talk360 en daar lijken we redelijk in geslaagd. Ja, want even voor de goede orde, het is voor degene die het gebruikt is het een app, maar degene die je belt, die hoeft eigenlijk niks te hebben, toch? Ja, correct. Ja, ja. Die merkt niet dat jij belt met een app. De geluidskwaliteit is hetzelfde. Je ziet gewoon jouw telefoonnummer in zijn telefoon verschijnen. Dus ja, voor de ontvanger is er geen enkel verschil. Nee, nee. En het is goedkoop. Goedkoper dan normaal internationaal bellen. Hoe krijgen jullie die lage tarieven voor elkaar? Dat komt doordat dus de helft van het gesprek via internet gaat. Dus degene die belt via internet. Daardoor sla je eigenlijk de internationale roaming charges sla je over. En heb je alleen maar te maken met het beltarief wat wij rekenen. En dat is een wereldwijd wholesale tarief met een kleine opslag daarop. Dus daardoor is het al snel 80-90% goedkoper dan met je provider internationaal bellen. Ja, precies. Ja. En jullie zijn hard gegroeid, hè, de afgelopen jaren. Ja, zeker weten. Wij mogen niet klagen. We hebben echt miljoenen downloads, ruim 1 miljoen users. En een betaalde klanten in meer dan 200 verschillende landen. 200 verschillende landen. Kantoortjes in Zuid-Afrika, Nigeria en India. En het hoofdkantoor staat in Nederland. Ja. Ja, en hoe zag jullie business voor corona eruit? Want je zegt 200 landen actief. Want Nederland is eigenlijk niet jullie core business, begrijp ik. Nee, inderdaad. Nederland is niet onze core business. Natuurlijk de Nederlanders die vaak met familie, vrienden, zaken internationaal bellen, zullen vaak gewoon van online naar online goed kunnen bellen. Dus wij zien onze core business zit hem veel meer in expats en migranten wereldwijd, vaak in armere landen. Dus daar hebben we ook echt onze service goed op aangepast. En vanuit Nederland zien we toch vooral veel zakelijk gebruik. Of bijvoorbeeld als je op reis bent en je moet de KLM bellen. Dat is nog altijd een vast nummer. Dus die kun je niet met WhatsApp bellen. En dan is het toch wel fijn als je vanuit Amerika voor 2 cent per minuut met ons kunt bellen in plaats van voor 1,50 euro per minuut. Ja. Dus de core business zit op het internationale gedeelte. Wat zijn nou landen, wat zijn de grootverbruikers? Ja, grootverbruikers voor ons zijn, bij onze klanten acquireren wij vooral online. Dat is eigenlijk de ene tak, dus dat doen we wereldwijd. En dan zie je dat toch vooral in landen zoals de UK, United States en Australië. Dus landen waar heel veel expats wonen. En ook een groot stuk in het Midden-Oosten, omdat in het Midden-Oosten WhatsApp is geblokkeerd en wij niet. Dus daar zitten veel mensen die dagelijks probleem hebben van internationaal naar huis bellen. En offline, we hebben ook onze fysieke kantoren. En hebben we met name in Zuid-Afrika een behoorlijke footprint. Daar hebben we ook een team van 15 man. Ja, Hans, en toen kwam de coronacrisis. Zitten mensen massaal thuis. Roken jullie service op dit moment? Ja, absoluut. We zijn afgelopen 1,5 maand bijna verdubbeld in omvang. Als we kijken naar het verbruik van de belminuten, gaat het nu gewoon ontzettend hard. En eigenlijk kunnen wij in onze data zien waar een land of een regio is in het coronaproces. Dat is vrij bizar en af en toe een beetje angstaanjagend ook om te kunnen volgen. We zien dat echt met golven voorbij komen. Maar jullie zagen in de data dus al de coronapandemie op ons afkomen eigenlijk? Niet voordat het kwam, maar nee. Inderdaad echt vanaf het moment
zeg maar vanuit van het punt dat het vanuit Italië doorstroomde naar de rest van Europa en beyond, konden wij dat al in het belgedrag zien. Vooral rond lockdowns. Hè, dus eigenlijk in die periode daaromheen. Zeg maar, enorme stijgingen in de belvolumes. En vervolgens zie je het weer iets afkalven. Maar nog steeds op een hoger niveau dan normaal. Ik denk ook dat mensen ook gewoon meer tijd hebben om te bellen. En je ziet een ander type gedrag. Maar vooral rondom de lockdowns. Ja, waar de spikes in diverse landen, of het dan gaat om de United States of Iran of Zuid-Afrika, die afgelopen vrijdag in lockdown ging. Ja, de spikes zijn echt enorm. En konden jullie dat aan? Want ik weet bijvoorbeeld van de school-app Skoola, die hadden echt zulke rokende servers dat ze het even niet aankonden. Waren jullie hierop voorbereid? We waren er niet op voorbereid, maar gelukkig de servers kunnen het aan. En onze cloud service zit bij Amazon, dus daar kun je redelijk ongelimiteerd doorschalen. En wat wij met name moesten doen is heel snel schakelen met onze leveranciers. Dus de wholesale kanalen waar wij onze belminuten zeg maar inkopen. Ja, die moesten wel eventjes die schok al even toen wij zo snel moesten bijkopen. En wij ook. Dus dat was even wel goed op de centjes passen en zorgen dat we met de leveranciers de juiste afspraken hadden. Maar gelukkig na wat de eerste schommelingen hebben ze vrij snel kunnen laten bijtrekken. En dat zijn ook allemaal vrij grote internationale spelers. Dus die schrikken ook niet heel snel. Maar het was wel eventjes echt even nodig om in te grijpen. Hey, en Talk 360 is niet het enige wat je doet. Want je bent ook investeerder in Brooklyn Ventures. Kun je dat eens uitleggen? Ja, nee, absoluut. Met Brooklyn Ventures zijn we een zogenaamde venture builder. Dat betekent dat wij investeren en hands-on participeren in diverse start- en scale-ups. Laatste tijd veel meer scale-ups. We zijn met drie eigenaren en investeren nu in zes verschillende bedrijven. Die allemaal proberen op hun eigen manier een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. In de brede definitie. En dat zijn bedrijven die wij proberen van, nou, vaak als we instappen zitten tussen de 5 en de 15 man. En proberen we dat naar 50 à 100 man te brengen. Met ja, de lessons learned die wij hebben gehad over de afgelopen 10 jaar. En nou, super gaaf en dankbaar werk om te mogen doen. Ja, want wat is, je zegt net, we zijn met z'n drieën zes bedrijven. Jullie hebben het onderverdeeld in twee bedrijven ieder. Wat is het andere bedrijf dat jij leidt en begeleidt? Ja, het andere bedrijf is de Mobile Interaction Company. Dus noemen we MIC, korten we dat vaak naar af. En met MIC helpen wij goede doelen en musea om mobiele belevings- en donatiejourneys te maken. Ook ja, eigenlijk relevant nu. Transactie. Ja, absoluut. Ja, die mobiele transitie die is natuurlijk al cruciaal voor goede doelen, musea, kerken en dergelijke. Alleen het gaat natuurlijk stapsgewijs. Ja, en wat we nu de afgelopen zes weken merken, ja, dat stapsgewijs, dat gaat er nu even vanaf. Dus dat gaat nu heel snel. Dat is echt een noodzaak tot innovatie. En ja, wij hebben daar gewoon concrete oplossingen voor liggen, die ze ook snel kunnen inzetten. Dus daar is het ook even alle hands aan dek op dit moment. Ja, het heeft ook iets cruus, hè? Ik bedoel, de wereld staat in brand, ondernemers in bepaalde sectoren staan op omvallen en jij komt hier als grote winnaar uit de bus. Ja, dat heeft zeker iets. Dat heeft zeker iets cruus. Maar gelukkig onderliggend doen wij gewoon wat we al aan het doen waren. Alleen gaan nu een paar dingen nog in de versnelling. En wat wel heel erg tof is, ja, binnen ons hele Brooklyn Ventures portfolio en zeker deze twee specifieke bedrijven, is dat we echt mensen helpen te helpen. En dat is wel extra dankbaar. We mogen nu bijvoorbeeld ook helpen bij Serious Request. Wat over twee weken gelanceerd wordt. Ja, dat is gewoon tof als je daar een positieve bijdrage aan kunt leveren. Ja, want dat zijn dus allemaal evenementen, organisaties. Die moeten tot 1 juni kunnen ze eigenlijk niks. En jullie maken dat mobiel en digitaal. En dan kunnen ze toch nog wel weer wat. Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld voor de Hartstichting gaan we volgende week de eerste mobiele collecte van Nederland lanceren. Ook echt een heel gaaf project. En ook stoer van Hartstichting dat ze dat aandurven. Deur aan deur collecteren gaat niet meer de komende maanden. Dus moet je met alternatieven komen. Die hebben wij samen met hen ontwikkeld en ook voor andere goede doelen nu klaargezet. Dus dit is het moment om een paar dingen anders te doen.
Ja, het moment om te innoveren. We weten één ding wel zeker. Deze crisis die duurt even, maar is ook wel weer eindig. Wat zijn je verwachtingen als de wereld weer normaal gaat draaien straks? Blijven jouw servers dan nog steeds roken? Of ga jij dan juist weer een dipje meemaken? Nee, ik denk wat ik net aangaf. Bij ons is het een versnelling op een positieve trend die er al was. Dus ik verwacht dat het daarna gewoon goed blijft doorlopen. Niet zozeer een dipje. Maar wat je natuurlijk nu wel ziet is een piekbelasting. Omdat mensen gewoon nu een oplossing nodig hebben en niet over 2 maanden. Dus ik verwacht wel dat dat de hectiek op een gegeven moment iets rustiger zal zijn. Maar voor allebei de bedrijven absoluut op een hoger basisniveau dan voor de crisis. Ja, Hans, bedankt voor je tijd. Ik begrijp hieruit dat jij je agenda wel gevuld hebt voor de komende periode. Tot slot nog een laatste vraag. Heb jij nog tips voor andere ondernemers? Waar zie jij kansen? Ik denk dat kansen met name zitten in het echt brengen van concrete oplossingen. Iedereen is op dit moment zoekende. Van hoe kan ik de volgende stap zetten in mijn business? Hoe kan ik let op mijn cashflow? Hoe kan ik mijn klanten beter verzorgen? Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je vooral blijft communiceren met je klanten. Communiceren met je leveranciers. Ga je vooral niet onder je bureau verstoppen. En op het moment als je in een dienstverlening zit die op dit moment digitaal is en nieuwe mogelijkheden naar voren brengt. Ja, ga ook zeker, alsjeblieft, ga ook zeker met die concrete oplossing nogmaals naar partijen die in het verleden hebben gesproken wat vastgelopen trajecten zijn. Innovatie, wat altijd langzaam gaat, op dit moment komt in beweging. En als Nederland, als publieke en private partijen, we hebben gewoon oplossingen nodig. Dus heb iets goed liggen, don't be shy en breng het naar voren. En zie jij als investeerder nu kansen liggen? Ja, zeker. Zeker. Ja, uiteraard als investeerder hebben we altijd een roze positieve bril op en denken we in mogelijkheden. Absoluut, ja. Dit is wel het is een crisis, dus dat betekent dat er, naast dat je heel goed moet opletten bij je bestaande bedrijven, dat er hele interessante mogelijkheden voorbij komen. Maar nogmaals, wij willen dat alleen maar doen met bedrijven die een positief impact hebben op de wereld. Ja. Dan voelt het in ieder geval van 2 kanten goed. Nou, als er startups aan het luisteren zijn, wellicht kunnen jullie een belletje van Hans Osnenburg verwachten. Dit was Corona en de impact op ondernemers. Morgen spreken we een andere ondernemer over de gevolgen van de corona-epidemie op zijn of haar business. Bedankt voor het luisteren.